En de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Manoj Hinduri, zegt dat de gezondheidszorg meer aandacht en zeker meer geld behoeft. Hij sprak gisteren bij de lezing van de kenniskring over de financiële perikelen in het land. In 2016 hield Hinduri al een presentatie over de gezondheidszorg en hij gaf gisteren aan dat het nu minder goed gaat in deze sector. Hinduri benadrukte dat overal ter wereld er veel geld nodig is om de zorg te garanderen. En als je hebt uitgerekend wat er aan gezondheidszorg wordt uitgegeven, dan is ook de vraag, is het veel of is het weinig? En dat is natuurlijk aan een samenleving zelf om te bepalen. Je kunt het uitdrukken aan de hand van het percentage van je bruto binnenlands product. Ook daarover ga ik niet als de economische redenering, ik ben zelf ook niet eens een econoom. Maar je kunt wel bepaalde tendensen zien van landen. Als je nagaat hoeveel procent ze van hun BBP uitgeven aan gezondheidszorg. En om een indicatie te geven, je ziet de neiging dat naarmate landen beter ontwikkeld zijn, rijker worden, dat ze procentueel, niet eens absoluut, absoluut natuurlijk, maar ook in procenten, meer uitgeven aan de gezondheidszorg. Cijfers, de armere landen in de wereld, heb ik over, geven tussen de 4% en 6%. Een beetje benchmark. Je gaat landen hebben van 2%, en je gaat landen hebben van 8%, maar de hoofdlijnen zie je tussen de 4% en 6% van je BBP aan gezondheidszorg. De rijkere landen, daar zie je tussen de 10% en 12%. 12% en 14% de laatste jaren, moet ik zeggen, aan gezondheidszorg. En de nummer 1, als je die ranking, ik lees het maar uit de WHO en Wereldbanken. Nummer 1 in de ranking al vele jaren is natuurlijk Amerika. Waar ze 17, 18 en ze verwachten 20% van hun BBP, 2025, gaat naar gezondheidszorg. Dus een vijfde van wat ze verdienen als natie is bestaan voor gezondheidszorg. Hinduri zei verder dat in 2016 ongeveer 6% van ons bruto binnenlands product is uitgegeven aan de gezondheidszorg. En de schatting is dat het dit jaar veel minder is. En als je 2017 mijn inschatting, zal het onder de 5% duiken. Dat wil zeggen, je ziet eigenlijk zo in het leven. Procentueel zie je alleen dat er minder besteed wordt aan gezondheidszorg ten opzichte van het totale budget wat een land beschikbaar heeft. Nou, als je het vergelijkt met landen in de regio, laten we niet direct met Nederland en Amerika, want dat is wel heel erg veel aan gezondheidszorg. Maar in de regio, Caribisch gebied, dan zie je dat het gemiddelde variaties zijn, maar gemiddeld rond de 7%. Even de Caribische landen uit aan gezondheidszorg. Dus wij steken met onze 5,6% een beetje, niet vreselijk, maar toch wel aan de onderzijde. En als het werkelijk onder die 5% gaat lopen, dan ben je wel een beetje uit de pas. Vergeleken met landen met een soortgelijke economische status. Dus daarmee wil ik al aantonen, let op mensen, die plek van de gezondheidszorg moeten we toch wel in de gaten houden en een prominentere plaats geven. De voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Manoj Hinduri. Hij vindt dat de gezondheidszorg meer aandacht en meer geld nodig heeft.